Een tweede segment met een fantastische topgast erbij, Evie Hans, welkom. Hey, dag jongens. Zalig, zalig. Kijk, we gaan gewoon direct met de duur en huisval. We waren daar net even aan het babbelen en je hebt de keuze gemaakt vandaag om eigenlijk geen make-up aan te doen ja. om, om in dit segment te komen. Ik vind dat wel een spannende, moet ik toegeven. Het is niet dat ik heel veel make-up opdoe, mm -hmm. maar op televisie, of enfin in shows met belichting op mijn gezicht, is dat wel. Is er altijd wel een beetje. Dus ik heb toen dat ik thuis vertrok. Wel een beetje poeier dat ik niet te hard zou blinken. Okay. Maar ik ben vervolgens met de fiets naar hier gereden <laughs> en ik was wat te laat. Dus, uh... okay, maar dus... ik heb wel mijn best gedaan, want ik weet dat deze wel een belangrijk uh, momentje is voor jullie. Wij appreciëren dat enorm. Ja. Ik vind het een superleuke outfit met die, met, die, met die schoenen die al sorties zijn. Ik, vind het heerlijk. ik heb overlegd met mijn, met mijn lief. En, uh, dit is trouwens van Eline de Munk, iemand die ik ook waardeer. Uh, dus voilà, ik probeer... dit is ook Belgisch. Dus ik probeer het Netjes. allemaal politiek correct te doen en geen schmink zijn voilà, klaar, maar ik nu weg. Wat meer fracties kunnen we nog invullen. Amai! Dus, ja, uh, kijk. Dat, uh, als dat Hele... de maatstaf is voor alle andere guests die we ooit hebben, zitten ze in de problemen. En maar maar de in de problemen. is Next. Voor <laughs> super Nee, supercool, welkom. En, en nogmaals, gelijk, omdat ze zegt. van Waarom vinden we dat per se een moeilijke dan? Omdat ze zegt van. Ik heb geen make-up aangedaan. Ah, omdat het zo'n gewoonte is als vrouw om een beetje make-up. Nu, ik doe echt een beetje make-up op. Mm -hmm. En dus ik merkte toen ik naar hier kwam, dat zelfs dat beetje mascara, of zo, een beetje blush, dat ik dat niet doe, dat dat wel spannend is. Ik heb wel iets op mijn lippen gedaan omdat die gesprongen zijn, dus excuses daarvoor. Maar als nu mensen zich afvragen thuis van oeh, die Evi, die is toch wel oud geworden? Dit is hoe een normale vrouw van 42 eruit ziet, zonder, uh, zonder dingen, zonder iets. Maar voor ons, ik weet niet goed hoe, dat ik, hoe, dat ik, daar, hoe dat ik daar kan of mag op reageren, Niklas. In de zin van, ik zie... Ik zie u Eigenlijk elke dag op Instagram. Ik volg, oh. ik volg u redelijk actief ook. Maar op uw Instagram ja. doe je toch vaak geen make-up aan? Nee, natuurlijk. Nee, 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 nee. Er maar is beide een beetje, als ik mag verstaan. Maar op mijn Instagram ik sta er echt... Ik, ik denk ook niet van... En nu ga ik een foto posten nee, nee, zonder okay. make-up. Dus het is ook een beetje dubbel hè, dat ik hier zit zonder schmink. Ik had even wel schmink kunnen opdoen, maar... Ik vond het nogal dubbel omdat jullie mij ook hadden gevraagd ja. naar aanleiding van de reality check. Dat ik ja. toevallig had gelanceerd en waar er heel veel reactie op kwam op social media. dacht ik van: ja, wat ga ik? Hè? Een ex-presentatrice van VTM uh, die er altijd goed uitziet en mooi geschminkt. Wat ga ik hier wat zitten te verko verkondigen dat de jeugd moet oppassen dat ze geen fout beeld over zichzelf krijgen? Het is wel super eerlijk dat het zo doet. Uh, hey. Ja, ik, dat is het enige wat ik heb, mijn eerlijkheid. Sorry, maar dat is echt het belangrijkste die je kunt hebben. Dan ben je kwetsbaar, maar dan kun je niet door de mand vallen. Mm, je dat is geen een double win. Echt waar, voor de mensen, als ik een beetje tante Evie raad kan geven, als je geen imago moet hoog houden, kun je niet door de mand vallen. Dat is echt waar. Dat is zeker de quote die we gaan stelen. Sorry daarvoor. Sorry, ik dat is ja, letterlijk, letterlijk iets wat we... Ja, laat uh, paars achtergrondje kootje ja, gaan. We gaan al, sorry daarvoor. Oké, nog wel copyright even halen. Minstens. Minstens. Dat daar, we nog een limonade. ook doen. Wat ik me daar super hard bij afvraag, Evi, is als, als je dan de beslissing neemt van zonder schmink hmm? naar buiten te komen, hmm? naar hier te komen, speelt er dan iets in je achterhoofd? Dat, andere mensen bijvoorbeeld op straat dat echt zouden merken. Ah, maar op straat draag ik ook geen make-up. Nee, maar daar, daar ja. kan ik in komen. Maar dan, ja. Daar ja? ben je sowieso niet mee bezig. Right? Nee, ik draag make-up als ik daar zin in heb. Ja, dat vraag is het eigenlijk. Ja. Dat is het eigenlijk. Ik draag make-up als ik daar zin in heb. Maar... En ik heb ook op televisie genoeg programma's gedaan, Expeditie Robinson vroeger, was ik wel wat jonger, maar reisprogramma's waar ik ook niet ah op de zeilboot uh, bij Over Oceaan had ik ook geen yes. make-up op. Ja. Soms deed ik dus wel wat masker op. Maar maar... Ik was niet alleen. Ja, maar dat, is dat was een beetje een okay. houvast. Hey, ik voel me zo slecht. Nee. Dan ga ik een nee. beetje masker. Het is niet omdat we weer op het einde van de wereld zitten. Ja, ja, voilà. okay. Het is niet okay. omdat ik niet kan douchen dat ik mij niet kan sminken. Hey, whatever dat er u door uw dag helpt. Nee, nee, maar, maar uh, ja, ik vind dat wel een spannende. Bah, het is maar wat het is. Hè. Het is ook niet zo belangrijk. Maar. maar het is juist daardoor dat uw boodschap nog meer kracht krijgt, doordat het ook nu ook mm. zo zegt. Want uh, voor hetzelfde geld konden we bijvoorbeeld zeggen van, dat was toch iets super moeilijk voor mij om hier nu te zitten zonder make-up. Niet dat wij daar zo immens gaan op doordrammen, maar het was ook grappig nee. dat daarnet ook zei, als mannen gaan dat niet snel merken. Het nee. is niet een van onze talenten. Nee. Er zal wel een categorie mannen zijn die daar misschien wel iets meer affiniteit mee hebben. Um, maar ik vind het een zeer schone boodschap, zeker binnen wel in de laatste maand, ja? Maand toch al? Een paar maanden. Een paar maanden, ja. maar zeker allee, al de aandacht daar rond. Uh, nog verder in de verf zet. Nee, een beetje ironisch dat ik dan zeg in de verf zet. Maar bon, ja. eh, wel, ik ga een keer maar, een keer maar hem pikken, want, want het is voor ons, iedereen hier heel duidelijk wat in reality check was van u om er nu een term op te plakken. Uh, maar we kunnen een keer vertalen hoe zitten je daar nu op gekomen ja. op die reality check. Uh, wel, um, hoe... Kijk, ik, ik, ik zit zelf veel te veel op Instagram. Uh -huh. um, dat is eerlijk. But, Ja. Mannetjes 4,5 uur soms per dag. Maar alleen, dat, is, ik, dat weet ik eigenlijk niet, dat check ik zo niet. Maar in totaal op mijn telefoon. Je dat gebruiken? Ik, okay. ja, ik zeg altijd wel, maar dat is ook voor mijn beroep. Voilà. En ik check mijn mails ook. Ja. Ja, maar ja, maar, ja. maar ik, ik merk dat ik, maar dat is iets anders, maar ik merk wel dat ik soms echt ongezond met Instagram, en social, eh, met Instagram omga. Dat ik daar te veel op zit, dat dat verslavend is. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment kom ik een filter tegen en ik test die op mij. En ik schrik, want dat was de... ik wou die ik wou die Evie zijn. Oh nee. Ja. Ah. Ja, maar dat is niet erg. Maar ik dacht, wow, dit is de goede versie van mij. Oh. Dit is de Hollywood-versie. Dit is eigenlijk en ik voel me al goed in mijn vel. Hè. Ik vind al dat. dat maar alsof eh... een stapje meer. Ja. Wordt. En okay. dus toen dacht ik, wow, als ik dat al vind van mezelf en ik zit goed in mijn vel, hoe moet dat dan bij anderen zijn? Bij mij. En ja. ik heb dat dan eigenlijk eerst op mijn stories gepost, zo van. Reality check. Uh, maar daar heb ik, ja, ik denk, vijftig berichten op gekregen, terwijl het daar nog niets was. En, ik, en heel veel mensen zeiden ja, ik, ik, ik voel het, ik voel het. En toen was het toevallig in april en ik zat op de wc te scrollen. En ik dacht, ik ga dat gewoon eens erop zetten, zo voor en na, eens kijken wat dat, dat doet. Er zat echt geen plan achter. En dan is dat heel straf dat dat dan iets wordt. Dat is echt een plofte. Ja, ik ff, oh, ontploffen is een groot ding, maar... maar, maar het is gewoon niet veel toch? Ik heb toch even een paar dagen op mijn sociale media. Evi Hansen, Evi Hansen, Evi Hansen, Evi Hansen. Ja, maar... Dat, ja, ja, maar, maar um, uh, ook weer die reacties dat je dan krijgt, dat mensen dat, ja, dat moeten toegeven van, ah, ik sta, ik sta inderdaad ook altijd op die, met die filters ja. op. En um, ik vroeg mij gewoon af van... En ik had mij dat ervoor ook al afgevraagd in een column dat ik schrijf voor Billy, voor het mm -hmm. nieuwsblad, van wat als het, als het spiegelbeeld, s ochtends, hè, als je eens kijkt in de spiegel, dat, dat niet meer overeenkomt met je selfies van Instagram. En blijkbaar is dat dus echt een probleem, want nu staat het ook weer in de krant, ja. uh, dat ook vooral door de, ook met corona is dat nog zwaarder zo wat aangezwengeld. Het feit dat we onszelf heel veel op beeld zien en volgens mij ook te veel op social media zitten. Zeer confronterend natuurlijk. Ja. Mm. En dat we dus denken dat we die schoonheid die schoonheid dat we op dat scherm zien dat dat maakbaar is ja oké okay. ja, 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 en okay. dat is eigenlijk wel dus wij hebben eigenlijk een soort van een technisch beeld van onszelf gecreëerd dat niet bestaat maar waarvan we denken dat dat kan dat kan ja. dat dat kan dat een optie is dat een optie is en dat wij dus als we in de spiegel zien de lelijke versie van onszelf zien en dat dat de gelukten is en uh, ja ik dacht, als je daarmee begint en je gelooft daarin, dan voel je, je zo slecht morgen dat schopsteen. En durfde dat nog buiten? Om want... zo een dag te beginnen. Als u zelf. Ja. Ja, 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 ja. En dus toen viel het mij ook op dat ik steeds meer uh, vrouwen en, en collega's van mij ook. Hè. En dat ik, ik dacht, maar iedereen ziet er nu zo floe uit. En, <laughs> en, en, en ik heb dat ook gedaan. Hè. Um, en ik dacht, ja, ik, vind dat, ik, vind dat, ik vind dat gek, overdrijven niet. En blijkbaar ja, was ik niet alleen. Ja, het heeft zeker aangeslaan. Want... Ja, en terwijl dat stom is, dat een filtertje. Ja, maar eigenlijk moest iemand het keer zeggen. Dat gevoel had en, ik, ik wel. Maar en ook, Evie, vergeet niet, uh, ik, het, is ook, het gaat ook een klein beetje om, om wie, wie dat jij bent. Hè? Ik denk dat dat enorm, enorm, enorm krachtig is. En dat je dat misschien zelf onderschat dat als iemand zoals een Evie Hansen kan zeggen van, hé, uh, dit klopt niet zoals dat we het nu zien. Ja, dat is tof dat je dat zoiets kunt zeggen, dat dat effect heeft. Maar ik hoop toch vooral ik hoop die boodschap eigenlijk te verspreiden door gewoon mijn algemene social media. dat is zo van ik dat snap. ja, ja dat ik snap. ik ik voel nu ook heel erg een trend om zo um, zo uw, uw lichaam zo le lelijk mogelijk te laten zien, weet je? zo ja. expres met, al, ja, ja, ja. met alle kwabben en zo. Ja. en op zich kan ik mij dat heel goed, alleen kan ik dat toejuichen, mm -hmm. um, maar uh, en nu moet ik voorzichtig zijn, maar ik zie niet meer goed het verschil tussen door zo mooi mogelijk opstaan en zo lelijk mogelijk opstaan. Want de meeste mensen die echt zo allez, in hun buik gaan laten expres, Als het doen, echt wel. Ja, ja want dan als ik die op andere foto's zie of in het echt zie, dan denk ik, mag jij daar een heel tof, ja, leuk ja, ja. figuur. Het is niet nodig. Ja, ja. ja nee, en, en, nee, het is maar meer van dat in de verf zetten van, van beide. Kijk hoe mooi of kijk hoe lelijk ik kan zijn. Terwijl, dat moet, beide gevallen moet niet. Maar het gaat meer over, kijk hoe echt dat kan zijn, waarschijnlijk. Ja, terwijl... Zo, zo zie zo zit ik nooit. Allee, ik, nee natuurlijk. Nee, ja, ik zit nooit in een buskotje in mijn, in mijn onderbroek. Daar kan ik dat Ze <laughs> zeiden dat er een speciale nacht nee, Maar maar dus, dus ik merk het dat zo ja, het is dus ik, ik denk dat als ik, als ik uh, ja, zo hetzelfde met dat ongeschminkt zijn of die filter. Ik probeer gewoon uit te dragen zonder te bij na te denken hoe ik eruit zie en als daar is dus dat is zonder dat is dat zonder schmink. En stank je er keigoed op schmink, dan vind je dat ook tof. Good point, hè? Heb ik nu iets fout gezegd? Ga ik nu straks commentaar krijgen? Nee, commentaar nee, krijgen je sowieso. Of... Wij ook, iedereen. Dat nee, maar dat begrijp dat een erbij. beetje, die, dat extreme de hele tijd. Uh, wat dat ik, wat dat ik meer denk, is dat... Niet overbabbelen, maar dus gewoon foto's posten zoals dat je zei. Namelijk, uh, als je... Er was geen nieuwjaarsduik, dus ik stond zo... Op 2 januari in de kou te douchen met de, met, de, met de tuinslang op mijn dakterras in mijn bikini. Ah, tof, tof, tof. Ja, ik zag daarna die foto's, die, die dat filmpje terug en ik dacht, oh, allee, niet confronterend, want ik weet dat mijn lichaam is, maar ja, ga ik dat hier wel posten, want ik voel me wel erg. Wat, wat doe ik daarmee? Ja. Naakt met mijn zachte mama buik. Okay. Hè? Um, en toen dacht ik, nee, dit vind ik een, allee, dit is de manier hoe dat is. Bedoel, ik, ik maak me niet. Dunner, ik maak me niet dikker, nee, ik, Het is eerlijk. Ik, ik, ik denk ook niet na van ik ga hier nu poseren voor een foto. Ik denk gewoon ik zal hier een challenge doen en zo zie, ik, zo zie mijn lijf eruit. Maar, en de moment dat je dan die foto post, voelde op dat moment iets? Is dat, is dat een bevrijdend moment? Ja, nee. Ja. Oh, bevrijdend. Nee. Maar nee maar, kijk, de reden waarom ik dat vraag is omdat bijvoorbeeld, uh, dat is nu een ander topic, de reden waarom wij onbespreekbaar doen zijn voor ons persoonlijk en, hmm. en whatever, Bijvoorbeeld, ik heb altijd enorm veel afgezien van depressie. En ja, ja? Ik weet dat ik op een bepaald moment ja. op sociale media heb gezegd van kijk mensen, ik ben misschien wel een bekende dj of een dit of dat, maar We ik kan Ik ken jullie. Ik Dat is goed, We hebben dat liever zo, dat is toffer. Voor... Maar ik ken jullie ook niet. Nee, nee, nee maar vertel. Ja, maar wat je zegt en En op een bepaald moment had ik gezegd van jullie ja. zien mij altijd op een feest staan en het is altijd tof en, hey, en het is slagen en alles maar, en al en, en alles dit en aan Eigenlijk ben ik depressief. Ik snap u. Ik snap u als je het, het omkeert naar uh, body image of filters, wat ik wel dacht toen met mijn zachte mama buik, dacht ik van. Wie, waarom wil ik het perfecte beeld van mezelf promoten? Dus, dus, dus wa, voor wie of wat wil ik er perfect uitzien? Alsof als mensen mijn echte figuur zouden zien of mij zien zonder schmink, dat ik mensen misschien zou teleurstellen, ja, 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 ja. dat ik niet meer aan hun. ...ideaal voldoen op hun idee. Daarvan, op ja. Hun ja. idee. En, en dat is misschien... Hun idee. Ja. ja, en dat is misschien ook iets wat dan het verlossende is, dat je dat loslaat en dat je denkt, ja, wat dat jullie ook zeggen, ik, ik, ik... Ja, bijna dat je mensen gaat teleurstellen als je niet perfecte ja, figuur hebt. Bijna dat je mensen gaat teleurstellen dat je wel rimpels hebt. Dat ik bijna mensen gaat teleurstellen als ze zeggen, oh ja, die Evi is wel oud geworden. Snapt het een beetje wat ik, ik ben, wil zeggen? Ik ben echt volledig daarin mee, maar wat ik daar ook in versta. Zeg het mij als het ja, ja. verkeerd is, maar het is zo een meerwaarde dat dat bij u ergens niet uit een, uit een kwaadheid komt. Nee. Want zoals je dat net hebt gezegd: van, hey, ik voel mij goed in mijn vel, ja. maar ik zag dat en dat was even confronterend. Dat, ik zei, oh, nee, dat is de Hollywood version, hè, ja. in uw woorden dan. En, maar dat is juist mooi dat dat niet uit kwaadheid is, dat je die boodschap een keer met iedereen hebt gedeeld. Van Alleen moet dat je nu een keer zien, wat, wat verwachten die van. Maar dat vind ik juist zoveel sterker. Ja. Omdat er anderen soms door kwaadheid mm. de boodschap zo wat proberen opdringen. Ja. Of door frustratie of zo. Bijvoorbeeld, ja. Of omdat ze hun lichaam haten. Maar dat is absoluut het geval ja. niet bij u. Nee, maar nee, ik... toch is het zo mooi dat het dan ja. zo eerlijk zijn. En te zeggen: van ja, jongens, dit kan mm. toch niet zijn. Van daar zo druk mee bezig te zijn. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Um, ja. Dan heb ik het maar een ik... beetje verstaan. Ja, ja maar uh, wat jij ook zegt. Ik snap ook van, uh, dat veel mensen op dingen op social media posten van een soort van woede uh, ja. en een soort van frustratie ja. en ook een soort van ontevredenheid over zichzelf. Bijvoorbeeld. En dan gaan ze dat misschien ook wel, ja, inderdaad, projecteren op iets anders. Uh, wat wil ik daar nu eigenlijk over zeggen? Maar ik begrijp wat je wilt zeggen. Dus, voilà, ik begrijp wat je wilt dat zeggen. Dat doet mij zo plezier. Ja, maar dat is ook zo heel gek. Ik geef toe dat ik mezelf mooi vind, dat ik goed in mijn vel zit. Maar er is toch niks verkeerd aan. Nee, ja, maar bo, ho, ho. in Vlaanderen is, allee, is, dat, is dat een moeilijke terwijl dat ik echt. Dat is niet altijd zo geweest. Dat is toch maar een paar jaar ja, zo. Okay, yeah. En ik moet zeggen, vroeger, hè, toen ik 17 was, ik was ook oogverblindend. Echt waar. <laughs> maar toen wist ik dat niet. Deze vrouw. Okay, dan, nee, nee, toen, nee, nee, maar toen. Toen ervaarde dat zo niet. Doen geloofde dat, dat zo niet. Toen bij mij. ik. Ja, tot, ik zag dat niet. Ik, mij, haatte, mij, mij. En ik haatte mezelf. Ja, ik was absoluut niet tevreden met mezelf. En dus omdat ik dat herken en ik heb dat onthouden. Mm -hmm. um, het, het heeft, ik heb dat misschien pas sinds drie, vier, vijf jaar dat ik mijn eigen echt aanvaard en echt mooi vind. Mooi. En weet je wat straffen is? Als je zelf graag zie en ook uiterlijk. je denkt: Ah oh ja, oké, okay, ik vind ja. mijn eigen mooi. dan ga je dus ook andere mensen mooier vinden. Dat geloof ik 100%. En dat is een heel tricky one. Want dus je krijgt. Zonder het verwijt van, Evi, als ik zo met mijn kinderen zit, te zwanzen van, ja, en ik ben ook de mooiste mama. <lacht> <lacht> ja, en oh, is ze weer. Um, omdat mensen dan denken van, je ziet jezelf graag. Dus je denkt dat je fantastisch bent. Maar het tegendeel is waar, net omdat je jezelf ziet en je ziet dat je niet perfect bent, wat mm -hmm. ook perfect is. Daardoor, omdat ik mijn eigen mooi vind met al mijn gekke kantjes en al mijn kwabbekjes en al mijn imperfecties. ...zie ik ook niet meer zo gedetailleerd naar iemand nee, anders. Iemand anders tuurlijk. Ja. Maar dat is zo puur, dat is ongelooflijk. Ja, hè? En dus ga jij ook niet meer. Vroeger hè, was een, een, een buik, dat was heel... Dat nog altijd hoor ik bij de jeugd, mm -hmm. een buik van een vrouw, dat moet dan blokjes hebben of supermagers en dit en dat. Ik heb dat nooit gehad. Ik heb goede buikspieren. <laughs> maar bij mij zit er altijd een laagje vet over. Dus was dat hele tijd mijn eigen fixatie: mijn buik, mijn buik, mijn buik, mijn buik. Heel mijn lichaam kon perfect zijn, maar mijn buik. Dus let ik altijd bij andere vrouwen? Hangt dat buiksken over die centuur. Ah, ja, ja. Dus ja. je, je krijgt eigenlijk een oordeel omdat je jezelf veroordeelt. Omdat je zelf zo mee bezig bent. Hè? Als je dat laat vallen en je kunt zeggen van hé, hey, ik, ik ben echt content met hoe ik eruit zie, dan ga je ook mensen helemaal niet meer beoordelen op een buiksken Of op, op hun benen. Dan, dan zie huh? je zo een geheel, je ziet een persoon en jij denkt Oh, die heeft een toffe je ziet er toffe schoon van in Je ook ziet echt. er echt ja. de schoonheid Man, van in. Wat, wat ik daar super interessant na vind, is, is uh, wij hebben nog een keer een aflevering gedaan rond eenzaamheid. En uh, wat dat, een van mijn grootste um, cures, van in van een eenzaamheid te stappen, is op een bepaald moment toegeven dat ik totaal geen speciale gast ben. Oh, ja. En ik weet dat dat nu iets heel raars is wat zou ik wat zou ik zeggen een beetje, allez, beetje zo naar, mijn, naar mijn vroeger zelf maar vroeger je wilde ook wel speciaal zijn want je, je wilde je uniek voelen mm -hmm. Maar er is een bepaald moment geweest dat ik eigenlijk dacht van ja maar ja ik ben zodanig speciaal zoals hij de analogie maakte dat ik eigenlijk op mijn eigen eilandje zat en keek naar de rest van de wereld tot de wereld dan toegang was. en niemand kon naar mijn eilandje ik was zo special nee. dat wordt ook verheerlijkt in de movie industrie yeah? in de liederindustrie industrie van ik ben I'm so special nobody gets me op het moment dat ik zoiets heb gezegd van weet je wat ik heb een normaal lichaam ik ben niet bijzonder intelligent ik ben eigenlijk een very average dude en ik kan mij voorstellen als je op een bepaald moment zegt in de retoriek dat jij gebruikt van te zeggen van ik vind mezelf mooi heeft niets te maken met fantastisch te zijn maar dat geeft mij meer ruimte en vrijheid om ook u graag te zien mm -hmm. en toe te geven dat we kunnen verbinden met elkaar wat dat sowieso beneficial is voor uw eigen mentale gezondheid right Wauw. Wow. <laughs> ja, ja. Nee, maar dit, ja, ja, het, is, het is niet omdat je, je zelf goed in je Het is juist omdat je zelf goed in je vel zit, omdat je je eigen oké okay vindt, dat je andere mensen ook kunt toelaten en kunt steunen in zichzelf oké okay te vinden. En dus dan krijg je de verbondenheid. Maar dat klopt wel volgens mij. Maar, maar, hoe... maar ik geloof ook dat, dat je boodschap daardoor ook veel aanstekelijker is, precies omdat het ook laat blijken dat je goed voelt. En dat niet ja. terug uit die kwaadheid komt. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja, want je hebt sommige mensen... Ja, maar dat in. geloof ik niet. Ik geloof niet in, in, in uh, boodschappen uit frustratie. Dat, is, dat, dat zien we aan u. En dat is juist je ja, pap... sterkte. Ja. Dat is ook, ik heb dat wel met schaam en schande ondervonden, want ik was vroeger heel erg uit op wraak. Oh. <laughs> ja. En ik was er heel goed in. Ik kon jaren wachten om... Wow, om ah, ja, oké. Okay. Totdat ik erachter kwam dat, dat wraak nemen, of dus reageren vanuit frustratie of vanuit mm -hmm. een woede, dat dat... Ja, veel energie kost. <laughs> Al die maanden en jaren. En dat je die energie echt beter kunt stoppen in iemand vergeven of te laten zijn hoe het is en verder te gaan. Ja. Ja, dus... En wat heeft voor u de, de doorslag gegeven daarin? Um, zo heel veel verdriet krijgen. Heel veel verdriet hebben en een heel slechte periode doorgaan. En, um, en dan, ja, en, en, en gewoon weten van, ja, oh, ik moet hier zelf keihard water trappelen en ik moet mijn eigen hier zien, allez, zien te redden, of ja, ja. ik moet hier drijvende blijven. Ja, ja. En ja, nu heb ik helemaal geen energie om ook nog boos te zijn. Is dat op, op er nog niet bij pakken? Nee, never nee, mind. Nee, 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 nee. Mind. nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Je gaat nooit uit boosheid, ga er nooit uit je put geraken. Absoluut. Absoluut, Absoluut. Ik ben zelf een enorme, een beetje een uitgesproken stoïcijn. Wij hebben qua, qua filosofie en uh, wij brabbelen daar vaak over. En we denken, dat is wat dingen naar elkaar over, over wat de stoïcijn zijn. En Marcus Aurelius zei altijd: van, De beste vraag is om niet zoals uw vijand te zijn. Ja. Uh, we hebben daarop een onbespreekbare op opgemaakt die enorm veel ophef ook veroorzaakt heeft. Omdat iedereen interpreteert wraak en, en bepaalde woorden anders, wat dat net zo interessant ja, ja. maakt. Uh, maar de beste vraag is eigenlijk hoe gelukkig zijn. Dat is zo waar. Maar ja, dan zit er nog mijn wraak. Maar je kunt maar nee, gelukkig zijn niet op, opleggen, maar dat is wel. dat is het hem net. Ja. Het, 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 het ja. zit hem net, want als je gelukkig bent, dan pakt hij geen wraak en dan verdwijnt het. En dan verdwijnt ook alle waarde dat hij ja. geeft aan dat woord. Dus ja. want ik heb dat ook. Ik, ik, Pas op, ik kan eigenlijk niet voor u spreken, maar ik heb ook altijd zo van, ach, die, persoon die persoon of die persoon. Het is af en toe onbespreekbaar. gaan niet liegen dat we zoiets ja. hebben van... Maar het is maar eerlijk ook, hè, dat dat een beetje meedraagt. Ja, ja, ja. We zijn maar mensen, hè? je moet dat loslaten. Ja, ja, maar zich, pff, nee, dus, dus vraag, daar heb ik geen last van. Maar ik ben wel heel blij als ik merk dat karma bestaat. Absoluut. Halleluja. Dan... Dat, ja, ja. dat snap ik. Dan moeten je wel uw momentje een keer pakken. Allee, voor iedereen, hè. dan mag iedereen een keer ja, een momentje ja, pakken. Ja, maar dan... dat, niet, dat is dan niet... Het karma is niet... Je ziet dat karma werkt... Voilà. Exact, voilà. Niet Nieuwe een dansje voor gaan jezelf, doen. Nee. nee, nee, nee. Don't tempt fate. Aan niemand vertellen. Mm. <laughs> maar je mocht het even doen. Ja, voilà. Nee, ja. Ja, ja. Zo, even in je eigen bubbel mogen. Je... Ja. ja, geef je gelijk. Ja. Ja. Nu, om even nog in te pikken op wat dat zegt op je zegt. dat, dat de, en, uh, Ik weet niet meer welk woord er gebruikt. Op je 17 waarde oogverblindend. Dat was, ja. dat was het woord dat ja. dat zei. Wijs woord. Ik dat meer in mijn vocab steken tegen dag. Maar ik, uh, het ding is ook als zegt dat het de, dat de toen oogverblindend ja. was. Ik kijkt daar toen op terug. En ik vergelijk dan met je peers, ik zei het eigenlijk al direct. Die, die, eigenlijk een topic die we kunnen linken, waar ook al een keer bijvoorbeeld over hebben, voor body image, is wel een beetje vergelijken. Hè? Ja, ja. En wat ik wel een klein beetje vind als buitensaar, en ik weet niet wat jij daarover denkt. Ik vind persoonlijk, uh, het is een beetje een kip-of-het-ei-vraag: zijn die filters, is sociale media. Sociale media kwantificeert natuurlijk wel een beetje, maar ik herinner mijzelf ook wel dat dat, dat, dat vroeger de schuld was van de magazines. Ja. Dat vrouwen een size 0 hebben, of, of als een term ouder willen plakken. Ja. En dan denk ik zoiets van: kunnen we dit op sociale media steken? Nee, absoluut niet. Oh, nee, helemaal niet. Oh, nee, 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 uh, nee. In, in, uh, in... Ik zeg ook niet dat ik dat zei, maar ik Nee, 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 maar dat is goed dat je dat aanhaalt. Nee, want dat denkt de jeugd soms Allee, wij, maar nee, dat, we steken het daarop. Maar... We ja, zijn ook al iets ouder, nee. dus ik heb dat gezien ja. die magazinewave. Nee. Bij mij was het. Ik heb een kunstrichting gevolgd en in de jaren 90 waren alle iets of van mooie meisjes ook model. Ik weet niet wat je dat je nog herinnert. Ik herinner me dat. <laughs> ja. Ja. Maar, ja, maar, maar het was ook een tijd dat de supermodels opkwamen. Ja. Cindy Crawford, ja. Ja. Uh, Naomi Campbell ja. en uh, uh, Claudia Schiffer. En uh, dat was wel de vrouwen waar ik naar opkeek. En inderdaad, dan zei, toen zeiden ze. Ik weet nog, die hadden maat 90, 90, 60, 90. Ja. En um, ik zat toen in een jaar in een kunstmajora. En uh, ik, in mijn jaar zaten drie meisjes met anorexia. Maar heel zwaar. Dus die hebben alle drie ook een jaar opnieuw moeten doen. En uh, ik heb van heel dichtbij meegemaakt: dat waren mijn vriendinnen. Wat had dat doen met je hoofd? Dus um, dat is een hele. hele dat is een beestje. Dat is, ja, ik kan dat niet anders zeggen. Dat is echt heftig voor de rest van uw leven. Is ja, ja. Dat is echt, echt een moeilijke moment. Dat blijft meenemen. Dat blijft ja. meenemen. Uh, allez, niet allemaal, maar het is het. Is heftig. Is er, ja. 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 Maar omdat ik dat van dichtbij heb gezien, heb ik wel een kijkje gekregen in, in hun hoofd, namelijk van hoe dat zij zelf naar hun lichaam keken. Heb ik daar een beetje mee overgenomen, maar ik heb nooit het zo ver laten komen dat mijn leven overheerste. Gelukkig. Okay. Om maar te zeggen, dat was de ja, midden de jaren negentig en dus toen heb ik, die, heb ik dat al van dichtbij bij meegemaakt. Dus ik weet heel goed, als ik nu hoor van hè, er zijn weer meer meisjes met, en ja. jongens trouwens, ja, ook, ja. met eetstoornissen, dat is van alle leeftijden alle eeuwen en alle generaties en alle, alle trends. altijd bestaan. Ja. Om onszelf te vergelijken. Ja, wat dat wel zo is, kijk ik had een knipselmap met alle modellen in. Okay. En ik kon wel streven naar dat maatje 90, 60, 90. 90, 90, 90 ja. Maar ik kon mezelf nooit op foto veranderen. Ik kon mijn borsten op foto niet groter maken. Ja, 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 ja. Of mijn billen. Ik kon mijn huid op foto niet. Ja, just, dat was wat het was. Die bestonden ook niet. Ja. Voilà, ja. Dat, dat en je wist, we leerden wel dat is Photoshop is. Ja, 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 en dan weten we dat, we dat aanvaarden niet. Maar ik kon mezelf niet veranderen. Juist, ja. En dat is echt een verschil. En daarom dat ik echt denk dat de jeugd het veel zwaarder is. Omdat je nu jezelf kunt kneden ja. op foto. Je kunt een u beeld van je naar buiten brengen. Dat dat niet klopt. En dus Mooi. denk jij dat dat maakbaar is? En dus denk ik dat dus, als je het kunt veranderen op foto, dan ga ik dus naar de de en dan vraag: kun jij dan? Dit van mij ook. Ja, dat heb ik nooit gehad. Ik kon geen taseboté van. Ja, ja, uh, 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 ja denk Claudia Schiffer had. Ja. Nee, Cindy Crawford, ja, Cindy Crawford la la ja, ja. laten zitten. Maar op een foto kan dat nu wel. Ja. Je kunt je billen groter maken. Dus, dus denk ik dat, het, dat ze het nog veel zwaarder hebben. Want dan zitten we weer helemaal aan het begin met je spiegelbeeld en, en het echte beeld. Want voor jeugd is social media het echte leven. Ja, maar zeker nu, hè? Zeker nu, hè. Voilà. En dan stuur je dat naar buiten. Dus dan, Denk ik dat dat veel zwaarder is. Ah ja, als ik het al dacht van oh. Ja, zeker. Dit zeker. is eigenlijk Maar je hebt al wat bagage mee om, om, ja? daar, om daar anders over na te denken. Zeker als dat een beetje een nurture proces gebeurt. Ik denk persoonlijk ook, dat zegt. Want want wat ik heb gelezen in de actualiteit um, en ik betrap er mezelf op. Dus het is, het is, het is erg, maar als je een zoom call doet, eigenlijk 50% van de tijd zit naar Uijen te kijken. <laughs> ja, ja, dat is wel. Ja, waar. Ik denk dat iedereen hem daar wel op en zo, is En zo we zijn naar Uijen aan het kijken en ik kan mij ook wel voorstellen. Roet nu lijkt dat zegt corona. Het is wel van alle tijd, maar je zit naar jezelf te kijken, nu je Zoom-call gaat uit of, of wat dan ook, en je, doe, en je kijkt naar sociale media en je hebt juist uren eigenlijk onbewust of bewust naar jezelf gekeken, en je ziet dan die andere gezichten of die andere lichamen, dat is zoiets hebt van, damn. Het probleem is dat je op social media niet die vijf topmodellen krijgt, maar gewoon heel de wereld 24/7 ziet er ja. beter uit dan jij. Hè? En plus, je gaat altijd wel iets willen retoucheren op de deuren. Ik bedoel, als je... Ja, maar op je foto... dat echt ook, de ook, hè? Ja, voilà, Maar dat is dan een vicieuze cirkel. Dat je Tuurlijk. hebt je een foto die je naar de buitenwereld brengt en dan denkt van ja, maar ja, zolang ik echt zo niet ben, kan ik ook niet buiten komen. Voilà. Dat is geen oplossing. Nee, ja. nee. Wat, wat dat ook een heel mooie nuance is, is dan natuurlijk bij... bij Oké, okay, ik denk persoonlijk ik denk dat we ons altijd als mens wel vergeleken hebben op een bepaalde manier. Ik, denk, mm -hmm. persoonlijk, ik heb daar een vrij harde mening in. Feel free to disagree. Ik vind dat dat, dat ook op een bepaalde manier de taak is van de persoon die de opvoeding geeft aan het kind om die persoon met een dosis zelfvertrouwen op te voeden. Mm -hmm. Dat denk je daar persoonlijk ook van? Ja, en je hebt dat ook misschien nog wel wat in je genen, wat meer of wat minder. Dat denk ik ook. Maar ik heb wel een keer een beetje een brutere uitspraak gedaan, maar nog, ik sta erachter. Dus ik ga ze weer zeggen, is dat als je bijvoorbeeld je, je kind een iPad geeft per dag, vier, vijf, zes uur, je monitort dat niet. Je hebt zelf ook geen ervaring met een iPad, want dat is een beetje het probleem van deze generatie. De generatie wordt opgevoed met sociale media aan de hand, worden opgevoed door mensen die bijvoorbeeld. Geen affiniteit hebben met wat dat TikTok is. Geen nooit affiniteit met Instagram hebben. Ja. nooit gebruikt hebben, nu pas op Facebook zitten en eigenlijk dat moeten leren kennen van hun kinderen. En die kinderen hebben zelf moeten ontdekken. Wat dat er daar allemaal op staat, dan kan ik me dat voorstellen. Maar wat dat ook zeker niet mocht vergeten, is dat nu schoonheid. En ik zeg het abstract, het is nieuw dat het wil zijn, kwantificeerbaar is. Deze foto. Omdat je, de... je likes krijgt. Omdat je likes krijgt. Absoluut, absoluut. Um, en wat ik nu meteen ook kan zeggen, stel dat er hier. Uh... Meisjes kijken en jongens kijken. Zeker weten. In de jaren negentig waren hele dunne wenkbrauwen in. Echt. Juist. Dus toen liep ik daar. En gelukkig heb ik nooit mijn wenkbrauwen zo dun geplukt. Want nu, ja, nu is, twintig ja, ja. jaar later, Zat er niks zijn aan mijn tekenen. brows. natuurlijk. en vraagt ja. iedereen mij: van, van... Waar doe je je brows? Ja, om ja, maar um, te zeggen. Je gaat nooit goed doen, dat wil ik maar even zeggen. Van je lijken en van likes krijgen. En van... Je gaat nooit goed genoeg zijn, want er is altijd weer een nieuw schoonheidsideaal waarvan je denkt dat je het moet nastreven, waar je moeite voor gaat doen. En mensen gaan altijd commentaar hebben en je gaat je altijd goed voelen als iemand je een compliment geeft. Dus het... ja, mag je mogen u niet kapotwerken naar een schoonheidsideaal. Ideaal die tijdelijk is. Juist, dat, dat brengt ook niet op. Hè. Het is altijd tijdelijk. Het is altijd tijdelijk. En ik volg u zeker dat, uh, dat je nu van wildvreemde mensen. Allee, ja, op goede dagen, ja. vroeger, in de jaren 90, kreeg je twee complimenten van uw moeder, ja, zei, je ziet er goed uit. En dan hopelijk van uw liefde dat ook zei: Je ziet ja. er goed uit. En daar moest het mee doen. Daar moest het voilà. mee doen. Ja. En als je dan echt meer applaus zou krijgen, dan kon je op een podium gaan staan. Ja. Maar dan zat de kans erin dat je ook geen applaus kreeg. Voilà, ja. En nu ja, krijg je maar de likes. Hè. Ik, vind, ik vind het mooi dat het dat bijvoorbeeld zegt van dat podium. Toen, zoiets. Ja. Eigenlijk nu, nu nog altijd. Een podium is eigenlijk nog altijd een grotere drempel. Ik spreek over een fysiek mm -hmm. podium. Stel dat je zegt van ik wil actrice worden, ik wil comedian worden. Ja. Dat is nog altijd een grotere drempel dan te zeggen van weet je, ik ga mijn sociale media-aanwezigheid vergroten met schonere foto's, betere stuff de wereld in te sturen. En dan mensen aan de andere kant van de wereld gaan dat liken en daar heb ik genoeg aan. Want eigenlijk kunnen ze niet op hun bek gaan. Maar je gaat wel altijd genoeg likes van iemand hebben. Maar als jij live op een podium staat of als je als actrice naar een casting. Ik weet het ja, ja. niet, ik vraag het ja, maar. Ja, ja. Als je als actrice naar een casting gaat, kunnen je nog altijd gewoon weggestuurd worden. Juist. Ze merken ja, natuurlijk. Ah, ja, ja, het is ja, ja. niet voor u. Nee, nee, maar er is een groot verschil natuurlijk. Maar ja, oeh, ja, heel social media. Ik merk dat iedereen op social media zo grof is. Sorry, mm -hmm. en hard en onbeleefd, maar in het echte leven zijn doen wij zo in. niet. Nee, nee, een klein nee. voorbeeld, ik wijk wel eventjes af. Doe maar, doe maar. Ik stond tijdens de begin van de, de coronacrisis in de koolruit aan te schaven. zo heel lange rij, want we mochten maar <laughs> één persoon binnen. En iemand, het was een beetje te veel geworden voor iemand, dus iemand begint echt vervelend te zijn en zeggen ja, maar ik moet voorsteken. En dus die persoon die gedroeg zich niet sympathiek. En die begon te roepen. Okay. Hoe reageerde iedereen? Iedereen hield zich afzijdig. En twee personen zeiden ja, rustig, kom ja. aan, dit en dat. En er werd een winkelmanager bijgehaald. En dat werd zo wat gesust en iedereen stond te wachten en dacht er het zijn van, maar dat was het. Als er iemand op social media ruzie zoekt... Dan hebben wij blijkbaar allemaal de neiging om mee te beginnen doen. Instand. Ja. Ik zou mijn micro laten vallen, maar de productie gaat niet content zijn. Ja. Uh, nee, nee maar dus, en, en dan denk ik. Ho, wat, moeten wij niet eens beginnen met online etiketten. Oef, dus het feit nee. hoe, dat je elk, hoe hard we zijn op social media voor elkaar, in het echt zou je het niet doen. Maar we vinden social media zo echt. Het maakt zo'n belangrijk deel uit van ons leven mm -hmm. dat we het echt vinden. Prima, mm -hmm. ik ben er mee eens, ik stap er mee in. We gaan vanaf nu social media echt vinden. Maar we moeten dat niet ook gewoon terug beleefd zijn tegen elkaar, want dat is wel hoe we onze maatschappij hebben opgericht, namelijk dat we elkaar een beetje ruimte gunnen. Ja, want dat agressief gedrag op sociale media kan echt niet de norm zijn. Hè. Dat is niet allee, standaard van je mensen naar elkaar om te gaan, Nee, right? nee, 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 Bedoel, nee. En je hebt eigenlijk ook echt gelijk dat je zou diezelfde situatie niet in die kolrui zou zien. Nee. Nee. Want dan zouden er ook zeer veel mensen zijn die zeggen van wat doe jij nu? Ja, zouden wij allemaal meestaan mee staan ja. roepen? Ik vind ook dat je persoon ja. voor moest. Nee, jij dus, nee, hebt ja. ongelijk. Ga je terug in daar staan? Hey, Waar ga jij nu in elkaar kar liggen? Ja. Ik drink dat nooit zal... melk. Ja. <laughs> Want dat merkte dan merk je dat ook, dat is zo ineens. Ja, ja. Dat is de verkeerde keuze. Ja. Ja. Maar ja. daarin zei je het ook, van, moest er dan bijvoorbeeld iemand op sociale media juist zeggen van, maar alleen, jongens... Doe ik je niet zo heftig tegenover die persoon, dan wordt die opnieuw aangevallen. Ja, dus zo is dat. dat heeft ja. niks ja, te maken zo zo. met de realiteit van in de echte wereld buiten te gaan en, en buiten te komen. En ik vind dat wel jammer, want misschien kunnen we wel eigenlijk een beetje leren van... Allee, soms, soms denk ik dat is een utopie, maar als we nu eens allemaal terug wat meer zouden we buiten komen. Natuurlijk, of... ja. Uh, en, en die social media, tof hè. Maar we moeten daar toch echt van beginnen is Een echo-chamber right? in de social media, dat is... That is, that is... Je roept iets, je volgt dingen die je interesseert. Mensen voelen je terug voor ja, dingen die je interesseert. Is, is... En je, je, je herhaalt elkaars boodschap en je wordt versterkt. En je hebt het gevoel dat je als kleine online community groot bent, maar in real life zit dat dan niet. niets voor, is. in real life zit vreselijk. En wij, life ja, zijn dan en, en wij denken dan dat, dat heel de wereld onze mening heeft, of onze politieke opvatting, of onze smaak van kleren, ja. of onze manier van opvoeden. Maar je hebt je dan zo'n kleine bubbel. En weet je wat dat jammer is? Dat wij dan ook niet verder kijken dan die ene mening. Terwijl als je Just. met iemand in het babbelt, dan ja, zit je dan avond je te, te babbelen. En ineens is er een discussie en dan zeg je oh, daar komen we niet op overeen. Tuurlijk. Maar dan ga ik niet u uit, de, uit, uh, 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 uitschelden. Ja, omdat het en andere uw moeder. Is. En uw kinderen. Nee? En u. Want voilà. jij babbelt met hem. Ja. Want dat, dus het is ook niet schuld. Het is grappig dat is grappig toch, dat is ja, dan dan, hè? en En dat vind ik wel heel gek. Want als je mensen in het leert kennen en we gaan weer een beetje met elkaar om. Maar dat gaat dus niet op social media. Dan merk je dat je eigenlijk misschien op een puntje verschilt en op de rest komen de overeen. Ja. Maar je ziet daar je energie te stoppen in dat één klein detailje dat je van dat mening is zo verschilt. Belangrijk, zo gezegd. En dat is ja. zo belangrijk. Ja. En, en, en daardoor, en dat vind ik ook jammer, wordt vaak heel die persoon geleid tot die ene mening en dat één puntje. Ja. Ja. Want ze gaan altijd blijven zeggen, ja maar, zij heeft toch gezegd ja, maar Dat maakt mij niet uit wat ze goed doet, ze heeft wel dag gezegd. Ja, ja. Ja, dat is, dat is heftig hè? En in het dagelijks leven doen wij dat niet? Nee, daar is Ja, dat is zijn mening, maar voor de rest is dat wel een toffe. Dus nee. Je kunt erop voor. rekenen. Tuurlijk, volat. Je, je dat kunt er de echt de op rekenen, maar vraag hem niet over dat. Je gaat rappers zijn sterke punten aanhalen in het echte leven, terwijl dat op sociale media rappers de slechte punten gaat aanhalen. Ja, ge, dat, dat, ja? Ja. Ja. Het, ding, het ding is ook, is dat, ik het er daar nog in de notitie over gehad, is dat ja, the road to hell is paved with good intentions. Wat ja? we vaak zien, je hebt eigenlijk zuivere hate speech ook op sociale media. En dat is, dat is er ook altijd wel geweest op een bepaalde manier. Ja, ik ben ja. ook al een early YouTuber en daar was al een sport om de gortigste comments achter te laten. Uh, dat is zuiver hate speech. Wat dat soms, wat ik ook een vorm van hate speech vind. En nu ben ik heel. Uh, zijn we voorzichtig? Uh, ja, ik, ja, want ik denk dat we, dat we nu al van alles... Uh, we we hebben wel veel vrienden gemaakt. Dat denk ik niet, maar ik denk ook is dat broert ik zal zo zijn. Ook ik ga nog veel fouten, nog los van die die ik al gemaakt heb, ga ik nog heel veel fouten maken in mijn leven ja. op vlak van alles. Va van alles, inderdaad. Maar je gaat alles... leerde ook alleen maar. Hè? Ja, Ik ga heel veel fouten maken op vlak van alles, maar soms was ik er heilig van overtuigd dat wat ik aan het doen was, dat dat iets goed was. En dat zien we heel vaak, en ik ga een paar woorden niet benoemen met specifieke dingen, maar bijvoorbeeld in een oorlog denkt elke partij ja. dat zij de juiste partij zijn, om dat nu, ja. nu maar naar daar te verschijnen. En soms stel ik mijn eigen eigenlijk al wel een keer de vraag van, oké, okay, als ik mij nu ga moeien in bepaalde thema's mm -hmm. die, die politiek geëngageerd zijn, cultureel geëngageerd zijn, maakt nu even niet uit, en ik heb daar een bepaalde mening over, Staat die mening in lijn met de impact die die mening kan hebben? Heeft die, impact, ja. heeft die mening echt een impact in de real-world? Of doe ik dat om zo te zeggen van kan ik heb het niet allemaal een keer gezegd? Ja, ja. Dat, is dat is een moeilijke. Dat is een moeilijke op social media om je dat af te vragen. En ik denk zeker als je wat jonger bent en je hebt duizenden meningen waarvan je overtuigd bent dat het de juiste zijn. En je zwalpt zelf nog een beetje de... Je, je bent dus jezelf nog een je voilà. Dus uh, ja, dat vind ik een moeilijke. En plus, je gaat ook nooit denken dat het de slechte zijt in je eigen verhaal hè? Nee, nee, nee. Je gaat niet met de mening dat jij weet die eigenlijk verkeerd is. Van, ik ga dat hier wel een keer zeggen. Ook al is het slecht. Ja, en wat is een slechte mening? Ja, voilà. Je, en? Mogen we nog? Kat, we nee. hebben we... Nee. nog even. Kat, ja. we, nog even we, ja, we, we, we hebben nog even, maar er staat iets op. kan het niet. Uh, maar um, vroeger hadden we een bepaalde norm. Laten we zeggen in beauty culture, in, in, in schoonheidscultuur. Maar nu merk ik gewoon aan de revolutie die begint op sociale media, op vlak van schoonheidsproducten. Mm -hmm verzorgingsproducten. Denk maar bijvoorbeeld dat al dat de kleur nude nu ja. ietske meer toch in een breder spectrum valt, waar ik al voor ben. Ik vind dat een super positieve evolutie. Wil ik nu maar zeggen is dat um, een, een ik zal maar zeggen een zwarte vrouw van 45 jaar uh, die bijvoorbeeld een, een maatje meer heeft een rolmodel heeft op sociale media. En dat vind ik super super positief, Waar dat vroeger minder was. Kijk we naar magazines 20 jaar geleden hadden veel oh, eenheidsworst. Okay. En nu, los ja. van wie dat je bent, hoe dat jij eruit ziet, wat dat je denkt over de wereld, is er iemand op sociale media die u waarschijnlijk een grote volg heeft, die een deel van u kan representeren waar jij u welkom bij voelt. Maar dat is weer het voordeel van social media. Ja, dat we dat ja. ook niet dat kennen, ja. bedoel ik met democratiseren. He? Lek, iedereen heeft, heeft op een bepaalde ja, manier. Ja, en dat is fantastisch. Ja, dat de is schoonheidsidealen fantastisch. zijn nu breder geworden, maar ook dieper. Dus je kunt ook nog een keer kiezen in: kijk, dit vind ik het schoonheidsideaal, ik sluit me daarbij aan. En gelukkig zijn er nog mensen die dat ook vinden. Dat is mooi, terwijl er misschien vroeger dat zei, een eenheidswoord was. Als ik wel in de tijd de supermodels dat ja, dat was zeer de... uniform. Ja. Hè? Ja. Juist. Ja. Um... Nee, 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 maar dat is, zo, dat is zo. En dat vind ik ook wel heel goed. Ja. Maar het, absoluut. Ik, ik, um... Maar dat is een beetje, wat ik het in het begin ook aanhaalde, van, je hebt dat superknap En je hebt dan het, 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 het een beetje chockeren met, kijk hoe, hoe lelijk ik ja, ben. Ja. En, en dat is, dat is super goed dat dat allebei bestaat. Hè? Um, maar dan, er is ook nog een tussenweg namelijk ik zeg maar gewoon, maar ik ben er oké okay mee, right? Maar ik ben er oké okay mee. Ben nee, er okay voilà. mee ja, ja, en, ja, Zeker. Wat is voor u het? Um, zal het zo zijn. Wat is voor u de grootste openbaring als jij zo bezig begon te zijn met de body image? Um, de grootste dat ik bezig begon te zijn met body image, ja, misschien wel als je zelf graag ziet dat je andere mensen ook oprechter mooier vindt. Sterke, hè. Ja, want dat is een hele gevaarlijke. Want ik denk dat als mensen er langer over nadenken, dat ze, de, dat ze misschien wel gelijk moeten geven. Want eigenlijk als je voor je eigen heel streng bent, dan zij ook streng voor anderen. Juist, ja. Daar had ik het nooit over Maar dat is wel zo. Het gaat veel kritischer zijn, omdat je zoiets hebt van hij ja, ja, hebt ook niet, ik ook niet. Dus sorry, maar dat moet beter kunnen. Ja, ja, of, ja. Of, ja of, of inderdaad, dit is mijn ideaal schoonheidsbeeld. Dus jij hebt dat niet, dus ik vind u niet mooi. Ja, ja, ja. Terwijl als je jezelf oké okay vindt, ook al is dat, als je geen schoonheidsideaalbeeld hebt, want dat is vooral... Als je geen ja, voilà. specifiek ideaalbeeld hebt, laten we het daarop dat het houden... Dat het niet vasthangt aan dat. Ja. Nee, dan, dan, dan vindt iedereen, mooi of niet mooi, ook goed, maar dan... Ja, ah, dan... dan nee, en wat denkt u dat de weg daarnaartoe is? Om, om voor meer mensen zich een beetje te kunnen laten los... Van dat schoonheidsideaal die ze voor zichzelf maken? Als ik dat zou weten, zou ik veel geld verdienen. Ik dacht, ik had het en we zijn binnen, maar bon, nee, nee, maar het nee. is wel Sorry, zelfacceptatie. Hè? Maar ja. Dat jullie zeiden van die kan. Ja. <laughs> en, ja, het hangt ja. toch allemaal samen. Um, ja, ja, ja. Ik vond dat vroeger ook heel moeilijk dat bijvoorbeeld mijn mama uh, niet. dat mijn mama zichzelf mooi vond. Oké. Okay. Of dat mensen die ik niet zo mooi vond, dat ah, zichzelf yeah, mooi yeah. vinden. Vonden. Omdat hij dan afvroeg van maar, waarom vind jij je, je mooi? Ja. Zo? ja. En dat was natuurlijk omdat ik mezelf niet mooi vond. Nee, natuurlijk. Ja, dus amai. hoe, hoe kunnen jij nu content zijn? Je kunt toch niet gelukkig zijn met dat? Met dat. Amai. Omdat je natuurlijk zelf niet content bent over jezelf. En, en we waren ze dan echt reëel bezig met je af te vragen van ja? waarom. Ja. Mooi. Oké. Ja. Okay. ja? ja? Hoe, hoe kan dat? Ik dacht, dat nee. ben ik nog niet geloofde. Iemand die zei, jij zit goed in jezelf. Jij bent gelukkig met dat. Ja, ja, ja. Gelukkig het klinkt met het. cru dat ik het zo zeg, maar is mooi op een manier dat de merkt dat je jij voelt dat die persoon waar jij aan naar kijken zegt zich, zich perfect oké okay ja. voelt en gelukkig is en ik denk en jij denkt van dat kan niet ja. dat kan niet ja. en dan gaat hij je naar jezelf kijken en dan denkt de wacht als die persoon zich gelukkig voelt en dat brengt die persoon dadelijk verder ja 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 voilà, ook, ja, voilà, ja. voilà, voilà in het leven voilà, voilà. alleen uit het leven dus in uw geluk ja. dan, wat zit ik hier dan in godsnaam te zagen over die uh, stressvlekken op mijn ja. lichaam en over die ene tepel dat wat hoger of wat lager langt, en over die lange tenen en mijn dikke kuiten. Wat zit ik daar? Maar ja, mooi. Dat is zot, hè? En dan denk je: amai, dat is wel, ik ben wel heel onvriendelijk naar mezelf en dus ook naar andere mensen toe. Maar het is exact op zo'n moment dat je ook beseft van, het probleem ligt niet bij. Allee, waarom, waarom, zij, waarom is zij gelukkig met dat? Het probleem ligt bij mij. Want het ik zit hier dan niet voor haar, terwijl zij perfect gelukkig is met dat. Ik heb je iets bijgeleerd. Ja, ja. Ja, ik, hoop, ik hoop maar dat, dat, dat ik. Want ik weet dat ook niet. Ik heb de waarheid niet in pacht. Hè. Ik, ik, ik zit hier ook maar wat zij te filosoferen. Bezig, nee, wat nee, nee, nee. Ik zit maar wat te filosoferen. Want ik, ik denk dat heel veel meisjes en jongens die zich onzeker voelen dit volledig gaan ontkennen. Okay. Dat ze zeggen: nee, nee, ik voel mezelf slecht, maar ik vind andere mensen heel mooi. Okay. Dus dat kan dat zij dat zo gaan zien. Uh, jawel, dat kan. Daar, ja. daar ben ik het ook mee eens. Maar 9 op 10 moest je dan vragen welke andere mensen vinden heel mooi. Gaan ze misschien niet onmiddellijk wijzen naar mensen? Dan gaan ze misschien rapper wijzen naar zo de schoonheidsidealen terug in hun hoofd, denk ik dan. Ja, ja. want het kan moeilijker terug in, in het verhaal dat jij zei van als ik naar mijn mama keek en ik dacht van hoe kan zij haar nu mooi vinden, denk niet dat ze rap gaan wijzen naar mensen. Die zeer duidelijk goed in hun vel zitten, maar die ja. zijn niet een schoonheidsideaal. Die niet op hen vinden. zelf ja. lijken, die ja. onhaalbaar is. Dus ik denk dat ze misschien nog twee, drie keer opnieuw moeten luisteren naar wat jij gij juist uh, hebt gezegd op die manier. Er gaat een wereld voor u open als je plots geen schoonheidsideaal meer hebt. Ja, uh, mooi. Het haalt de druk ook weg. No. Het haalt de druk weg op jezelf, op je omgeving. En je moet ook niet meer zoveel nadenken als je iets ergens naartoe gaat of iets aantrekt. En en Ik... je vindt andere mensen echt oprecht mooier als je zelf goed in je vel zit. Ik denk dat dat letterlijk de krachtigste boodschap is die we kunnen meenemen. En nog iets: je mag goed in je vel zitten. Je mag goed. Dat is niet. Nee, je hebt geen dikke nek als je goed in je vel zit. Nee, in tegendeel. We moeten dan niet verantwoorden voor niemand hè, juist. Dus je mag dat. Hè. Je moet ja. je goed voelen in je vel. Hè. Ja, maar, okay. liefst. Want weet je, Als jij goed zit in je vel, hè, is er al tenminste één persoon op deze aardbol. Die zich oké okay voelt. Oh, dat is de goede start. Ja, en anders zijn er, dan zijn er drie die zich niet goed voelen. Dus als okay. jullie zich niet goed in uw vel voelen, ik voel me oké. Okay. Ja. Dat is al één persoon minder. En is dat niet ja. wat we willen? Dat er zo veel mogelijk mensen gelukkig zijn? Dan zijn we goed op weg. Ja. Prachtig. Ja. Oh. Hey, Evi, echt waar, dank u. Ik, ik, uh, ik, ik zat met gezonde stress. Ja? Omdat voor ons was het toch wel een grote naam voor een keer. Ah ja. Echt je gedachten ook te brengen. Maar ik vind het ah ja. zo mooi dat het puur en eerlijk overkomt en ik heb er iets uit geleerd. Ja, ik, ik hoop dat... Uh... Ja, ik ga niet opnieuw kijken dat toekie dat niet. Dan denk je, oh, wat doe ik zo? Niet meer nee, ik. ik, ik, uh, ik vind vooral dat, dat jullie ook heel tof werk doen en, en okay. dat ook Dank mensen u. wel. Echt waar, geef maar wat weerwerk hè, en, en zegt uw mening. Maar, dat, uh, dat heb ik ook uh, graag. Ja, maar uh, reageert iets vanuit uh, medeleven in plaats vanuit agressie. Right. Weet je? Ja, er nee, dus ja. mee. Voilà. Persoonlijk ben ik het niet helemaal eens met. Of hoe dat jij het zegt, daar ben ik het niet mee eens. Dat is tof in plaats van. Maar het is wel zielig wat jij zegt. Ja, voilà. Dat geeft meer ruimte. Dat is juist. Nee, daar gaat u zelf ook beter mm. bij voelen. Dat denk ik ook. Laat het Amai. varen. Amai. Super, merci Evi. Ja, heel, heel graag gedaan. Go Weet je wat ik ook heel tof vind? Ik kwam hier binnen en de mensen weten dat niet, maar dat ruikt hier nog altijd naar bier. Goed hè? Nee, zo wauw. Hier was anderhalf jaar, zo ruikt een feest. Dat we ja, ja. al zo ver zijn dat we moeten denken, zo ruikt een feest. Ja, ja. Zo was het toen, ik, was het kreeg toen. Ook even, ik kreeg letterlijk, ik kreeg de Adriana dat ik hier binnenkwam, omdat ik hier ook zoveel allee, geweest ben. Heb. En we horen nu al de hele tijd die trein en ik weet al die zon naam aan En zeiden oei, ik hoor die trein en dat het tijd is om naar huis ah, ja, te gaan. Ja, want dan ben je terug te rijden. Ja, ja inderdaad, dus, het komt uh, terug. Het is een toffe setting voor ons om hier te zijn, omdat het een klein beetje te contrast geeft. Maar ik denk dat de mooiste dingen in de wereld leven in contrast. Right? Ik ben het volledig mee eens. Zeg maar, je kunt echt nog 45 postjes doen met al jullie. <laughs> Dankjewel jongens. Dat Veel succes Dank. nog. Super. Merci. Merci, Evie. Dank je